Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin dat we eens gaan kijken met de tarot wat datgene zou moeten weten wanneer je wilt gaan wegstappen uit angst en veel meer in die onvoorwaardelijke liefde, die energie daarvan wilt gaan intappen. Ik heb ervoor de Aleister Crowley Tarot gebruikt. Omdat dit deck, zoals je weet, iets moeilijker is, maar door het feit dat er ook gewoon veel meer signalen en afwijzingen en verbeeldingen in staan, en dus ook veel meer verbonden is met de Tree of Life. En uiteindelijk, wanneer je de Tree of Life kent of begrijpt, en dan moet je dat niet allemaal van buiten kennen, daar gaat het niet over, het gaat over een innerlijk weten, herinneren. Dan ga je ook weten hoe dat het leven eigenlijk en de verschillende wetten hier in dit universum, in deze dimensie, werken. En dan krijg je hier de Ace of Swords. Ga zien wat op de kaart staat. Ja, voilà. De Ace of Swords. Dus het spreken van een nieuwe waarheid. Een theorie die tot nu toe nog niet echt gekend is of niet op de manier uitgesproken is zoals dat nodig is in deze tijd. Dus dat is hetgeen dat in deze video blijkbaar gaat overgaan. Dus ik ben eigenlijk wel echt heel benieuwd wat dat er allemaal gaat komen. Wat moeten we weten? Wat is het advies om van angst naar onvoorwaardelijke liefde te gaan? Wat is hetgeen dat we moeten weten? De Ace of Swords hier zijn dan natuurlijk ook verbonden met de mind, met onze gedachten. En dus daar ligt het licht. Je ziet ook die kroon hier rond die punt. En dus met jouw zwaard kun je steken, maar je kunt met je zwaard ook beschermen. En je ziet hier ook de maan, de twee maanhelften. Of dat doet me denken aan de donkere maan die nu binnenkort, ik denk zaterdag, aanstaande zaterdag, wacht, wat zijn we, de 6e juli. Ook daar gaan er bepaalde inzichten komen waar dat voor jou helder gaat zijn, wat dat ervoor gezorgd heeft, waardoor dat jij je hebt onderdrukt gevoeld. Want onderdrukking is het thema van deze week, deze maand of weken. Waardoor dat we gaan kijken van wat is hetgeen waar ik ervoor het gevoel heb dat alles mij tegenhoudt, alles mij klein wil houden. En dus vooral het grootste stuk wat je moet aankijken is van maar hoe denk ik over mijn leven en hoe denk ik over mijn mogelijkheden. Dus zo ook is oh my god, zie wat erop staat. Oppression. Fucking. En dat is het teken van Saturnus en boogschutter. Dus wat zien we? Oké. Ik was even aan het voelen dat ik deze moest zo laten liggen of gewoon. Maar dus, wat zien we? We zijn zodanig gefocust op de onderdrukking die we voelen op elk vlak, dat we eigenlijk onbewust die angsten die er zijn, dat we ooit eens angst hebben genoemd, maar die eigenlijk gewoon emoties zijn om ons aan te geven dat we moeten opletten dat we op een verkeerde manier aan het denken zijn. Dus dat we de tool denken op een verkeerde manier gaan gebruiken. En hoe hebben we het gebruikt? We hebben het gebruikt om eigenlijk onze passie, ons vuur, want de boogschutter is een vuurteken, om dat eigenlijk te gaan beperken. Om dat gaan in te dammen. Net zoals dat we doen met watervallen. Waterval kan heel goed zijn, want door de kracht van het water kan je energie gaan produceren. Dus je hebt een energiebron om weer iets anders dan mee te gaan doen. Maar dus doorheen de jaren, doorheen de decennia en eigenlijk zelfs verschillende samenlevingen, als ik het zo mag zeggen, beschavingen zelfs, zijn we op een verkeerde manier de emotie of hetgeen wat we voelen, de energie die gekoppeld is aan wat we uiteindelijk angst hebben genoemd, op een verkeerde manier gaan beginnen te interpreteren. Terwijl dat eigenlijk de bedoeling was, want dit is hier de prins van emoties. Dus vanuit de mannelijke energie zijn we op een verkeerde manier als beschaving met emoties gaan
leren of beginnen omgaan. Waar dat we vroeger vanuit de eenheid die we waren, perfect in staat waren om met emoties, elke emotie om te gaan, en ze op een goede manier te gaan interpreteren, geeft vanuit de vervormde mannelijke ervoor gezorgd, en daarom zit dit zwaard precies door die twee maanden, heeft ervoor gezorgd dat er een splitsing was tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. Waardoor dat beide energieën zich heel hard onderdrukt hebben gevoeld, en nog steeds bij heel veel mensen, waardoor dat ze onbewust zichzelf constant gaan beperken, gaan tegenhouden. En nu met dat Saturnus in retrograde is, dus vertraagd vooruit gaat, krijgen we de kans om eigenlijk alles wat we ooit in keuzes gemaakt hebben, zowel in dit leven als in vorige levens, want het is niet voor niets dat nu je ook heel veel levendige dromen kan hebben en nachtmerries kan hebben, want die zijn verbonden met je mind, met hoe dat je denkt, met je onderbewuste mind. En met de keuzes die je gemaakt hebt in dit leven, maar ook in vorige levens. En dat zijn de dingen dat nu gaande zijn en die dus gaan helpen om ons weg te gaan uit angst, om angst te gaan zien voor wat dat is en om echt vanuit de Empress-energie, waarin dat je die eenheid in jezelf hebt, waarin dat je de verbinding hebt met het hogere, waarin dat je de leiding hebt van je intuïtie en dus je niet laat overweldigd worden door emoties, maar weet dat alles wat je hebt en alles wat je bent voortkomt vanuit energie en altijd alles ontstaan is uit energie. En toen ik denk aan een video die op mijn overzicht voorgestelde video's kwam op YouTube van een dame die in Amerika woont en die was 29 jaar. Ze ziet er wel uit dat ze ouder is dan dat ik ben, tussen haakjes. Maar ze heeft wel een... Ze is CEO van, ik dacht, 3 bedrijven. En die zitten... Ik kan niet zeggen dat al die 3 bedrijven boven de 1 miljoen zitten, maar dus zijn miljoenen bedrijven. En ze zit er ook goed voor. En in het begin dacht ik van, dat is wel interessant. Ik ga eens luisteren wat ze te vertellen heeft. Maar, los van de dingen dat ze zei, viel het mij voornamelijk op wat dat ze uitstraalde. En dus het ging over die energie. Zij ziet er misschien uit als een empress, waarin dat ze blijkt dat ze alles geeft. Maar ze straalt niet de energie uit van een empress. Omdat ze nog veel te veel vanuit controle en vanuit die vervormde mannelijke energie haar bedrijf vormgeeft. En dat werkt misschien nu nog voor haar, omdat dat geen is wat haar ziel hier wilt leren en ervaren. En dat is oké. Maar als je op een punt zit zoals ik zelf en vele andere mensen, dan ga je merken dat totaal niet meer werkt. Integendeel, het put jou uit, het brengt niet het geld wat je wilt. Integendeel, je zakt gewoon nog verder in de matrix dan waar je eigenlijk gewoon van wil wegstappen en je leven wil vormgeven vanuit die hogere energie. En waardoor dat natuurlijk in die momenten angst nog meer gevoed wordt. En dat is het punt waarop dat je uitgedaagd wordt en gevraagd wordt om vanuit die Empress-energie je leven vorm te geven. Vanuit de energie altijd je leven vorm te geven. En wat krijgen we dan? De art. Kijk, zie je ook weer die dualiteit erin. Ook in de vrouw en de empress zelf. Waarin dat zij weet wat dat de elementen zijn. Welke en hoeveelheden. Om het eigenlijk in haar ketel die dingen te gaan manifesteren dat ze wil gaan manifesteren. Omdat ze weet dat alle energie dat ze heeft en al de pentakels dat ze heeft, moest ze die samenbrengen in haar hart. En alle elementen samenbrengen. Mannelijke en vrouwelijke energieën samenbrengen in haar hart en van daaruit gaan manifesteren. En dat is het moment waarop we dan zien, hier was de prins van cups. Dus vanuit eigenlijk een vervormde mannelijke energie proberen emoties te gaan controleren, krijgen we nu de prinses van bekers. Dus eigenlijk de partner of de tegengestelde ervan. In de mannelijke energie dan, en de vrouwelijke energie dan. Waarin dat zij weet van, het is veilig. Emoties zijn niet...
iets om van weg te lopen. Emoties zijn een tool. Emoties brengen ons verder en tonen ons hoe ver we van ons pad afgeweken zijn. En we moeten gewoon opnieuw leren om de emoties op een goede manier te gaan interpreteren. Want dat gaat geen zijn waardoor dat onze boom de vruchten gaat gaan dragen. De 8 van munten. Dat is hetgeen wat ons vooruitbrengt. Vanuit de schaduwen, vanuit de diepe gronding, gaat onze boom vruchten dragen. Maar we moeten leren die emoties op een goede manier te gaan interpreteren. En dat is eigenlijk de mind dat die Ace of Swords, het zwaard, op een goede manier te gaan gebruiken. En dan krijgen we hier de 3 van bekers met abundance omgekeerd. En de 7 van munten met failure, dus mislukking. En waarom ligt dat ondersteboven? Omdat wanneer dat je die mind niet op een goede manier gaat gaan gebruiken, dan ga je gefocust zijn op failure. Dan ga je gefocust zijn op die mislukking. En dat is dan hetgeen dat je uiteindelijk gaat manifesteren en gaat gaan creëren. Dus, wat is de grootste uitdaging dat we te doen hebben? Is de ridder van zwaarden, omgekeerd. Om uiteindelijk die meester te worden van onze mind. En wat ligt er ondersteboven? De magier. De magier die leert om met alle elementen samen te werken. En dus niet te vervallen in de 3D valkuilen die er zijn. Maar vanuit die hogere energie, vanuit die verbinding met het hogere. Om eigenlijk al die dingen, al die elementen samen te brengen. En dus ook in een eenheid en samenwerking met, wat is ook de strength card en andere decks. Dus tussen de mannelijke en die vrouwelijke energie. Wat is het advies dat we nog mogen geven? Voor mensen die willen groeien van angst naar onvoorwaardelijke liefde. Oké. Als je de vorige video gezien hebt, dan heb ik weten waarom dat ik zo nu lach. Omdat ook dit weer een symbool is van die eenheid in jezelf. En opnieuw weer gronding en verankeren. Dus het is belangrijk dat je de hogere energie, dus de energie geankerd hier in het nu. Niet in de toekomst, niet in het verleden, maar in het nu. Want het is in het nu dat je eigenlijk manifesteert. Er is maar één nu, er is maar één lange nu. Voor sommigen gaat ook Isis een belangrijk symbool zijn of een herkenning zijn. Voor anderen dan weer niet. En dat is oké. Okay. En wat hebben we nog als advies? Er zijn er nog 4. Dat is de Warrior Woman. Have you answered your deepest calling? En ik ben 100% zeker dat er heel veel mensen die hier deze video bekijken, dat dat ook een van de redenen is waarom je zoveel angst voelt. Omdat je weet van, er is iets dat ik moet doen, maar... Dat vraagt om buiten mijn comfortzone te stappen. Dat vraagt om heel veel dingen los te laten. En ja, ga ik wel succesvol zijn? Ga ik daar wel in slagen? Let op met wat je denkt. Als je focust op dat er een 1% kans is dat je gaat falen, dan is dat hetgeen dat je gaat aantrekken. Zeker als er een hele grote emotie en een dus hele grote waterenergie aan hangt. We zijn bezig met... nieuwe dingen te creëren, een nieuwe wereld te gaan creëren. En dus is het belangrijk dat je ook jezelf daar op focust. En dat is ook de reden waarom je het gevoel hebt dat je moet dingen gaan veranderen. Dat je moet dingen anders gaan aanpakken. En dat is ook zo. Gewoon spring gewoon. Weet dat je beschermd bent. En weet dat wanneer je hart volgt. En dat je leert jouw mind, jouw gedachten te meesteren op een goede manier. Dat je sowieso goed terecht gaat komen. Het universum heeft nog niemand in steek gelaten. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je open bent om die dingen allemaal te gaan ontvangen. Ja, kijk. En roep ook je tribe in. Je moet het niet alleen doen. Je bent het ook niet alleen. We doen het allemaal samen. Maar het is wel belangrijk dat je jouw unieke essentie ook deelt met de wereld. Want anders kunnen we niet verder. Misschien zijn orka's en dolfijnen voor sommigen ook een signaal of een teken. En wat zien we hier dan? Wat is hetgeen dat we moeten doen? Kom uit die grot. Deel jouw stem. Deel jouw energie. Expression. Persecution. Het ergste dat er op dit moment kan gebeuren, is dat je geblokt wordt op YouTube of op Instagram.
Het is niet meer zo zoals in vroegere tijden dat je je volledige leven op het spel zette. Misschien in sommige regio's wel nog. Maar in de westerse wereld is dat heel klein dat dat op die manier zal gebeuren. Plus, wanneer je het op een goede manier doet en werkt met de universele vlammen en met energie, en dus vanuit de energie dat allemaal vorm heeft, dan ben je gewoon ook extra beschermd. Dan weet je dat er ook niks gaat gebeuren, want jouw stem, jouw visie, jouw energie is veel te belangrijk. Anders zou je nu op dat moment hier niet leven. Wat zijn de vlammen waarmee je kan samenwerken? Ja, of course. Aartsengel Metatron. Metatron is de op één na hoogste energie van de bron. Dus net onder de bron qua frequentie. Vandaar dat hij ook degene is die met de diamantenenergie samenwerkt. En Divine Intelligence. Dus ga naar binnen. Verbind met jezelf. Vraag aan je team van toon mij wat is hetgeen dat ik mag doen. Wat is hetgeen dat ik mag zeggen. Aan wie mag ik die boodschap richten? Wat dat ook maar is. Dat is ook hoe dat ik het doe. Te zien dat er mensen vragen stellen rond bepaalde thema's natuurlijk. En volg ook die intuïtie, Aartsengel Raziel. En dan hier deze vlam en kleuren. Maar ook bijvoorbeeld de gouden vlammen. Hoe heet het? De kristallenenergie. En dan kan je dan ook afhankelijk van waar je voelt dat je naartoe getrokken wordt, verschillende andere kleuren aan toepassen. Maar weet dat wanneer je naar een hogere energie groeit, dat de chakras zoals je ze gekend hebt en kleuren niet meer zo gaan zijn. Bijvoorbeeld mijn chakras, die hebben allemaal deze kleur. Dus mijn energieveld is volledig gevuld met de diamantenenergie. En dat is de bedoeling dat we allemaal tot die energie groeien. Want op dat punt ben je in eenheid en integreer je, eigenlijk belichaam je de bronenergie, de eenheidsenergie, de Christusbewustzijn. Dat is ook het punt waarop dat je lichaam helemaal verandert, waarop dat je kan merken dat je stem gaat gaan veranderen, dat je er jonger uitziet. Het is gewoon handig als je met energie werkt, want het helpt voor zoveel krachtige dingen. Maar het is natuurlijk aan jou om de eerste stappen te zetten, om een meester te worden over die mind en om dan stap voor stap te groeien naar onvoorwaardelijk liefde. Want onvoorwaardelijk liefde is de diamantenenergie. Voilà, dat was voor deze video. Ik ga het hierbij laten. Wil je leren werken met de vlammen, dan kan dat natuurlijk zeker en vast. Dat zou ik super fijn vinden. Dan kan je via de linkjes onderaan deze video beginnen met het programma. Die verspreid is over 9 weken. Ik kan het er lang over doen, ik kan er sneller over heen gaan als je mijn mailtje stuurt natuurlijk. Waarbij dat je verschillende initiaties krijgt, verschillende activaties krijgt, afhankelijk van de vlam waarmee je werkt, waar je op proces staat natuurlijk. Omdat je zo op die manier eigenlijk de valkuilen van de mind een stukje kan gaan omzeilen. Het is niet dat je ze niet aan gaat kijken, je gaat ze zeker aankijken. Maar door het feit dat je vanuit de energie werkt, dus met de universele vlammen werkt, omzeilen eigenlijk alle dingen waar je conditionering rond hebt. Waardoor het gemakkelijker is om dan die inzichten te ontvangen en dan die transformatie door te sturen en in die nieuwe, hogere versie van jezelf te gaan stappen. Voilà, mocht er zijn dat er vragen zijn of er is iets anders, laat het gerust weten onder een video of stuur mij via de contactpagina van een van de twee websites, dus schoolvooressentie.be of 69vlammen.be. Die komen dan bij mij toe en dan ga ik daar verder op antwoorden. Voilà, alvast een fijne dag en tot de volgende!